Wie bent u? Mijn naam is Lindert Aalders. En waar komt u vandaan? Ik kom uit Nijmegen. En waarvoor bent u bij de sociale databank binnengestapt? Ik ben bezig met een procedure al 9 jaar... Ja. Over illegaliteit van mijn huis. Oké, en? Is dat een probleem? Ja, dat is een probleem. Ik kreeg... Mijn vrouw die is invalide geworden door het niet opstarten van Askal. En daardoor is ze invalide geworden. Omdat de lift in de flat waar we woonden dichtst defect was, ben ik op zoek gegaan naar een bungalow. Ja. Die heb ik gekocht van een ambtenaar van de gemeente Nijmegen. Ja. En ik heb een aanvraag ingediend om de oude aanbouw af te breken en nieuw aan te bouwen, omdat de slaapkamer afgekeurd was. Ja. Omdat er een beveiligd bed moest komen en een bedlift. U zegt, u hebt die woning gekocht van een ambtenaar van de gemeente? Ja, een opzichter van weg- en waterbouw. Zat er iets bijzonders aan dat huis, met de bouwvergunning bijvoorbeeld? Nou, dat wist ik niet. Ik heb een makelaar gehad, ja. Jan van Lieshout. Ja. En ik ben naar de notaris gegaan, notaris Stoker. En die heeft de achter gepasseerd. En? Was er niks aan de hand? Was niks aan de hand. U hebt dus een woning gekocht zonder dat u wist of daar een legale bouwvergunning op zat? Het was legaal allemaal. Ook de uitbouw? Ook de uitbouw, want die is in de achter gepasseerd. Oké, okay. Maar goed, wat is dan het probleem? Ik vroeg aan de gemeente om nieuw aan te bouwen. En toen kwam naar voren dat het huis 40 jaar geleden illegaal gebouwd is. En de aanbouw tussen 1988 en 2006. Dat klopt toch helemaal niet? Nee. U zegt net, ik heb legaal gekocht. Ja. Hij was legaal en nu komt de gemeente, hij is illegaal. Hoe kan dat nou? Ja, het is zo dat in de tijd dat de mensen uit Indonesië naar Nederland kwamen. Ja. Is daar een pension, een logementengebouw gebouwd. Ja. In opdracht van de regering. Ja. Daar hebben mensen uit Indonesië gewoond. Ja. Nadien hebben er 2 jaar mensen uit Turkije gewoond en Spanje. Die werkten bij de Philips. Ja. Daar waren dus gastarbeiders. Ja. En in 1988 kwam dat logementengebouw leeg. Ja. Toen heeft een aannemer van Swam, ja, waar ik een kopie van heb hier, die heeft die 9 woningen, 8 aan 1 gebouwd en 1 apart, omgebouwd tot woningen voor langdurig verblijf. Oké, okay, permanente bewoning. Ja. Oké. Okay. Die bouwvergunningen die heb ik van 1973 en 1974. Nou komt de gemeente aan in 2007. Dat de zaak illegaal gebouwd is. Dat kan toch niet? Nee, dat kan helemaal niet. Maar goed, waarom maken ze dan zoveel moeilijkheden? Het is illegaal, zeggen ze. Het huis is illegaal gebouwd. En de aanbouw is illegaal gebouwd. Daar heb ik een gesprek gevraagd. Hoofdbouwer en wonen, mevrouw Michels. En wethouder De Pla. En de wethouder zei afbreken, de aanbouw. En de woningvergunning aanvragen. Een bouwvergunning aanvragen en lezen betalen €5.000. Voor het opnieuw aanbouwen van wat je af moet breken? Nee, voor de woning, de bestaande woning. De woning zelf? Ja, moet ik €5.000 lezen betalen. Hoe kan dat nou? En een bouwvergunning aanvragen. Voor iets wat er al staat? Ja, compleet. Leuk, leuk, leuk. Ik heb gezegd, zet hem op papier. En op 17 juli 2007... vallen er 2 brieven bij mij in de brievenbus. En er staat onder andere in dat als ik niet zou afbreken, die aanbouw, dan zou dat onder dwang gebeuren, ja, bestuursdwang, met een boete van €10.000. Ja. Toen heb ik dat overleg gepleegd met mijn advocaat. En wat moest er afgebroken worden? Wat? De aanbouw. Alleen de aanbouw? Ja. Dus niet de woning zelf? Nee, de woning zelf niet. Oké. Okay. Ik heb overleg gepleegd met mijn advocaat, zegt hij tegen mij, denk eraan dat je niet uit je eigen afbreekt, want het is het bewijs van illegale aanbouw is weg. Ja, want die aanbouw die was gepleegd door die ambtenaar. Ja, twee ambtenaren. Eerst. Heb je de namen daarvan? Ja. Zeg maar. Ja, dat is Van Rijsbergen,
Ja. En de tweede, dat was de stratenmaker, opperman stratenmaker. En Huting, dat was de opzichter. Opzichterbouw, weg- en waterbouw. Die hebben jou eigenlijk, of je, jou, aan je vrouw, een illegale woning verkocht, in principe. Ja. Althans, dat lijkt achteraf zo. Ja. Maar met de passeren van de akte van de verkoop aan jou, was alles legaal. Er staat niks vermeld. Oké. Ja. De wonderen zijn de wereld niet uit. Dan komt er op de 30ste maart komt een brief van de gemeente Nijmegen. Ja. 31 maart ontvangt hij die brief. Ja. Belt hij mij op en zet hij jou met de woning kunnen gelegaliseerd worden. Okay. Ik zei, nou slaan ze mij de wapens uit handen, want we zijn een proces begonnen. En wat nou? Nou zegt hij, ik ben het er niet mee eens, kom er naar me toe. Dus ik ben in de auto gestapt, ben naar hem toe gereden. Toen zegt hij, wij doen op die brief doen we niets op uit. In het begin, of halverwege in de brief staat, we willen de ondersteunen, de aanvraag voor legalisatie voor de woning met aanbouw. Ja. En aan het einde van de brief staat, we hopen tot legalisatie te kunnen komen voor de woning. Dat is niet inclusief, hè? Nee. Het sport van geen kanten. Ja, ze zette tegen mij, op die brief doen we niks op uit. Maar mijn vrouw was ernstig ziek. Ik denk, dat zit toch goed gebeld van de gemeente. Ik zei, ik wil een afspraak met u maken. Gedaan op 24 april 2009, ja. 9:30. Ja. Daar zijn we uur geweest, ja. Mijn vrouw en ik. En de advocaat, je meester Essink. Ja. We hebben een gesprek gehad van een uur. En mevrouw Michels zei, de woning kan gelegaliseerd worden, de aanbouw niet. U kunt voor de aanbouw een vergunning aanvragen. Ja. Maar ik kan niet garanderen dat u die krijgt. Ik zei ja, maar als ik 4.000-5.000 euro onkosten moet gaan maken voor het maken van een bouwtekening en de leges, en ik krijg de vergunning niet. Ik zei, dan heb ik nog niks. Ik zei, dus daar voel ik niks voor. Toen hebben we 24 april weer een gesprek, 12 mei weer een gesprek gehad. Dit in 2009. Okay. Toen hebben we weer een gesprek gehad en we kwamen er weer niet uit. Ik kon een vergunning aanvragen, maar ik kreeg geen zekerheid dat ik die vergunning zou krijgen. Ik zei, nou, dan vraag ik hem ook niet aan. Nee. Ik zei, ik wil zekerheid hebben. Als ik dat aanvraag, dat we dat kunnen legaliseren. Ik zeg, want de wethouder zegt tegen mij, we willen ondersteunen. Ik zeg, wat betekent dan ondersteunen? Ja. Verstrekken. Ja. Daar is bij gebleven. Dan wordt mijn vrouw ernstig ziek. En in 2011, in 2010 is mijn vrouw overleden. 21 december. En 2011 heb ik mevrouw Michels gebeld. Ik zei, mevrouw Michels, we zijn bij u geweest 24 april 2009 en 12 mei 2009. We hebben twee gesprekken gehad, maar ik heb geen enkel bewijs. Ik heb geen notulen gekregen of wat ook. Ik wil graag hebben dat u mij bevestigt dat we bij u geweest zijn. Dat heeft ze gedaan. De volgende dag viel dus die brief in de bus. Die bewijzen heb ik dat we er geweest zijn. Nu is die zaak bij de rechter gekomen, want advocaat Baneke van advocatenkantoor Dirk Zwager, dat is de advocaat van de gemeente, de ingehuurde advocaat van de gemeente, die heeft die zaak doorgestuurd naar meester Vos, de advocaat van de tegenpartij. Hey, zegt meester Vos, Adels die heeft bedrog gepleegd, want die heeft die brief van 30 maart verzwegen. Daarop is die zaak in herroeping gekomen. Ja. Dat heeft lang geduurd. Op de 16e januari hebben we een wederhoor gehad. En ik kreeg de opdracht om bewijzen aan te voeren dat ik geweest was bij de gemeente. Om te legaliseren. Nou, die had je gekregen. Heb ik gedaan. Daar gaat de rechter aan voorbij. Tuurlijk, ja, onze rechtspraak is perfect. En ik word veroordeeld. Ja. En ik moet alles terugbetalen. En wie is nou de lachende derde uiteindelijk? De gemeente of de... Huting. Ja, maar dat is die ambtenaar. Ja. Ja. Die heeft zijn geld terug moeten hebben. En dat heb ik terugbetaald. Ja. Dan komt er in, ik denk dat het januari geweest is, 2014, komt er een idee van
van onze minister-president dat 100.000 euro geschonken mag worden aan belastingvrij. Ja. Ik had, omdat Hutting mee een bedrag heb betaald van 53.000 euro, had ik ook nog wat spaargeld. Ja. Maar ik had natuurlijk een duur huis gekocht. En, ja, waar kwam die 53.000 euro vandaan? Ja, van meneer Hutting. Maar waarom? Nou, dat geld heb ik gekregen omdat de illegaal gebouwd is. Dus hij had nu een woning met gebreken verkocht. Ja. En de schade daarvan, dat was 53.000 euro en die heeft hij betaald. Plus, dat zat inclusief gerechtskosten en advocaatkosten. Oké. Dan komt die zaak, die komt in januari 2014 voor op de 16e. Ja. En wij worden gehoord. En toen heb ik de opdracht gekregen om, om het een en ander op papier te zetten en in te dienen. Ja. Bij de rechtbank. Ja. Dat is in. Is er een akte van cassatie gekomen. Ja. Dat heeft mijn advocaat opgesteld, Essink, meester Essink. En. Daar wordt uitvoerig in vermeld dat ik van alles geprobeerd heb om de gemeente op andere gedachten te brengen. Ja, om die weigering van die bouwvergunning. Wat er in wezen, dat wat er stond, was eigenlijk gewoon goed functioneel. Alleen de gemeente zegt, het past niet in het bestemmingsplan. De aanbouw niet, hè? Alleen de aanbouw, ja. De aanbouw, maar de woning die was wel goed. Tuurlijk. Maar die was niet gelegaliseerd. Ook gek, maar goed, ga verder. Ik heb de legalisatie van de woning aangekaart. Ja. En dat is, daar heb ik papieren van, dat is in orde. Ja. Maar de aanbouw, die wordt dan zogenaamd gedoogd. Maar als er klachten komen, dan moet ik afbreken. Maar waarvoor had je die aanbouw gedaan? Of laten staan? Want die had jij niet zelf gebouwd. Nee. Maar had die ambtenaar gebouwd. Ja, maar de advocaat zei, als je afbreekt, ja, dan is de illegaliteit van die bouw is weg. Maar waarom wilde je die aanbouw zo graag hebben? Dat was toch voor je vrouw? Schoonkamer plus een rolstoel toegankelijke garage. Ja. En dat werd geweigerd, want dat paste niet in het figurerende bestemmingsplan. Ja. Nou is het raar dat ze dus een aanbouw, die illegaal gebouw, dus wel accepteren. Ja, want de ambtenaar van de bouw- en woningtoezicht had hem zelf gebouwd. Of aangebouwd. Ja, dat was de opzichter, hè, van weg- en waterbouw. Ja. Hutting heet die. Ja, maar die had hem dus zelf als ambtenaar en eigenaar, had hij die aanbouw gedaan. Ja. En achteraf zegt de gemeente, het is illegaal, nou moet je afbreken. Ja, klopt. Ja. Dan komt die machtiging van de president dat je kunt mensen een schenking doen van 100.000 euro. Ja. Omdat ik in contact was gekomen met een armlastige familie, heb ik die geholpen via de notaris. Die is acte opgemaakt en ik heb 100.000 euro gefourneerd. Ja. Geschonken. Geschonken. Aan die arme mensen die dus met een hypotheek onder water zaten en geen kant uit kunnen. Ja. Ja. Die hadden een hypotheek van bijna 2 ton. Nou, dat is toch hartstikke nobel? Dus ik heb hun dat geld gegeven. Ik heb 2 jaar heb ik de kinderen goed bedacht. Ja. Wat ik dan belastingvrij mocht overmaken, dat heb ik gedaan 2 jaar. Ja. Dus in totaal hebben ze ongeveer 121.000 euro gekregen. Ja. Dan komt op 15 juli 2014 de uitspraak van de rechtbank, omdat meester Vos, de advocaat van de tegenpartij, mij betichtte dat ik bedrog gepleegd had. Dat ik die brief van de 30ste maart 2009... verzwegen had. Hoe verzint zo iemand dat? Daarop heeft hij gelijk gekregen van de rechtbank. Waarom? En ben ik veroordeeld om 53.000 euro plus de kosten van Hutting terug te betalen aan Hutting. Totaal 3/4 ton. 75.000. Omdat ik nou geen geld meer had, moest ik een uitweg zoeken. Ja. Ik had een onbelast huis. Ja. Ik ben naar de bank gegaan, naar 2 banken. Ja. Ik kon geen geld krijgen, want ik was te oud. En mijn inkomen was te laag. Toen heb ik geprobeerd om met de familie die geld van mij gekregen hadden, om ook iets te regelen. Dat kon niet. Toen heb ik een nieuwe advocaat genomen. Die zei tegen mij, ik wil je wel jouw dossier wel overnemen. Maar je moet eerst 20.000 euro betalen.
Dat heb ik dezelfde dag nog gedaan. Zo? Nu zeggen ze tegen mij, het geld is op. Stoppen ermee. Er moet geld komen. Ik zeg, ik kan niet meer. En nou heeft hij dus aangeboden dat hij wil de vorige advocaat, dat is meester Essink, en het hoofd van de gemeente, van Bouw en Wonen, ja, van Bouw en Woningtoezicht, die wil hij onder ede laten verhoren. En mij ook. Waarvoor? Nou, dat ik niet geweest ben op die brief van 30 maart. Ben je toch wel? Ja, maar dat moet bewezen worden. Daar heb ik van die mevrouw een bevestiging van. Ja. Ook van de advocaat. Ja. Maar we moeten onder ede verhoord worden. Ja. Dat dat waar is. Ja, en je hebt de bewijzen zwart op wit. Ja. En daar proberen ze dus te negeren. Ja. Maar ook de rechter. De rechter heeft mij veroordeeld daarop. Waarom? Ja. Nou heb ik de rechters aansprakelijk gesteld. Ja. Via meester Dol. Ja. Ik heb meester Dol ook laten weten wat de naam Dol betekent. Wat het bezittelijk voornaamwoord betekent. Ja. En daar zal ik u afschriften van geven. Oké. Maar men wil dus niet. Ik heb gevraagd of hij overleg wil plegen met de president van de rechtbank. Welke rechtbank? Arnhem. Arnhem Leeuwarden. Okay. In Arnhem, op de Walburgerstraat. Oh, dat komt mooi uit, want de president, meneer Van der Winkel, die heeft als eerste in Nederland in het rechtspraak artikel 162 strafvordering in leven geroepen. En daar zijn we als burger ontzettend blij mee. Ja, maar het doet er niks mee, want... Ja, wacht eventjes. Op een gegeven moment zal ook het recht zijn echte loop hebben. Ja, ja. En kan ook de rechter daar niet tegenhouden. Maar er zijn dus drie rechters. Ja. Dat is... mevrouw Valk, ja, en haar huis en Wattendorf, die drie die hebben mij veroordeeld. Zijn dat rechters of ja, raadsheren? Rechters. Rechters. Dus het was een rechtbank. Ja. En niet een gerechtshof. Het is de rechtbank aan een plaats van justitie. Ja, ja, maar dan kan het nog een gerechtshofzitting zijn. Is dat een hoger beroep geweest? Ja. Nou, dat is de gerechtshof. Herroeping van cassatie. Ja, ja, ja. Nou, dat kan, laat maar. We zullen daar de bewijzen van neerzetten in de webpagina die we voor u gaan maken. Hou maar even. Even kijken. Ja, je hoeft niet te kijken. Dat zien we straks wel. Gerechtshof. Hoe? Gerechtshof. Ja, gerechtshof. Arnhem-Leeuwarden. Ja, nou daar zitten dus wat meer dingetjes fout. Maar goed, uw naam is precies? Lindert Aalders, met een D. Oké, nou, de Sociale Databank Nederland zal voor u uw publicatie verzorgen op Leendert Aalders, dus Leendert-Aalders, bij de Sociale Databank Nederland, dat is een pagina. Daar komt dus dit interview te staan, ja, en de bewijzen die u dus hebt meegebracht en laten zien. Ja, nou, die krijgen u ook. Ja, dat is goed. Nou, in ieder geval... zit er nog iets daarna, wat na die uitspraak is geweest? Ja, ik heb koning Willem-Alexander heb ik geschreven. Goed zo. En daar heb ik bericht van gehad dat de zaak doorgespeeld was via de koning naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja. En ik heb bericht gehad van meneer Kools dat de zaak in behandeling was. En aan de hand heb ik bericht gekregen van de regering uit dat de gemeente Nijmegen niet op het verzoek van de koning ingaat. Ja, ja. Oh, dat is mooi. Hebt u daar, daar bewijzen van? Ja, en die krijgt u ook. Dat is een correspondentie met de koning drie keer, hè? Drie keer. Oké. Okay. Heen en weer. Heen en weer. U schrijft en de koning antwoordt terug, ja, via zijn kabinet, ja, van de koning. En de laatste antwoord wat ik gekregen heb, dat de brieven niet meer beantwoord worden door de koning. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Omdat dan alle pogingen om recht te krijgen dan eigenlijk doodgelopen zijn op onwil van de lagere overheden. Ja. Zo simpel is dat. Oké. Okay. Staat dat er ook nog? Ja. Is er nog iets wat u dus aan toe wil voegen dat je zegt van nou dat wil ik nog even kwijt? Op een gegeven moment moest er dus een bouwtekening gemaakt worden voor de woning. Ja. Om de woning te legaliseren. Ja. En heb ik contact gekregen met een metselaar die daar illegaal gemetseld heeft. Aan die.
Garage. Zwart? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, in uw opdracht of? Nee, in de opdracht van Huding, van de opzichter. Van de opzichter van de gemeente. Van Weg en Waterbouw. Ja, die laat dus zwart metselen voor zijn eigen woningetje. Ja, ja, we kennen dat. Die meneer is gekomen bij mij, dat is de heer Klein. Ja. En de heer Klein zegt, als je een bouwtekening moet laten maken, dan weet ik iemand die dat voor een lage prijs wil doen. Ja, ja. Ik zei, dan geef ze adres maar. En toen zei hij tegen mij, je krijgt een telefoonnummer, 06-nummer, en dan moet je maar bellen. Okay. Dus ik heb hem gebeld en zei, ik wil wel komen, alleen als het donker is. Want ze mogen me niet zien. Er zijn een hoop dingen die het licht niet kunnen verdragen. Dus 4 augustus 2008 heb ik die afspraak gemaakt om 22 uur. En de tekening is gemaakt? Nee, die meneer is geweest. Ik zei, moet je luisteren, ik zei, ik kan tekening maken, maar ik moet wel rekening hebben. Zegt hij, nou, dat kan ik niet doen. Want? Want ik ben bouwkundig tekenaar bij de gemeente. Op stadhuis. Ja. Hij zei, maar mijn zoon die heeft in Bokstel een bureau. En die kan wel tekenen voor je, met rekening. Toen heb ik contact opgenomen met die zoon. Daar heb ik bewijzen van. Ja. Maar ik kreeg een halve onregelmatige offerte. Ja. Ik ben met die persoon niet in zee gegaan. Uh-huh. En dat is zo gebleven. Ik heb wel, toen ik het huis kocht, heb ik een bouwtekening van de aanbouw gevonden. Ja. Op perkament. Oké. Okay. En ik weet wel rijden waar dat gemaakt is, hè? Jazeker, niet zo moeilijk. Maar er staat geen naam op. Ja, ja. Maar hij komt wel uit het juiste archief. Dat weet ik niet. Of die uit, bij de gemeente hebben ze niks meer. Dat is alles verdwenen. Oh, dat verdampt gewoon. Ja. Oké. Okay. Maar die bouwtekening, die is denk ik gemaakt door die opzichter. Ja. Ik weet ook wie het is. Ja. Ik weet zijn naam ook. Ja. Maar die heeft waarschijnlijk die perkamenten tekening gemaakt op het stadhuis. Dat lijkt me voor de hand liggend. Ja. Ja. Maar goed, in ieder geval, ik denk dat uw verhaal helder is. En het gaat hem om de documentatie, de bewijzen van de correspondentie over en weer. Ja. U hebt, zegt u, flink wat schade bij elkaar opgelopen. Ja. Kunt u dat even toelichten? Ja, ik heb een huis gekocht. En voor 320.000 euro. Ja. Ik heb 19.200 euro betaald aan overdrachtsbelasting. Ja. Ik heb 10.000 euro betaald voor wat spullen in huis. Ik heb bijna 10.000 euro moeten betalen aan de makelaar. Ik heb 15.000 euro sleutelgeld moeten betalen aan Huting om het huis te krijgen. Hé? Sleutelgeld voor een koopwoning? Ja. Hoe kan dat nou? Ja. Oké. Okay. Want hij wou 3,75 hebben. Ik heb gekocht voor 3,20. Maar 15.000 moest hij nog hebben zo onder de tafel door. Oh, onder de tafel. Oh. En kan je dat aantonen? Nee. Oh. Oké. Okay. Maar, ja, misschien dat we het nog kunnen opvragen bij de... Bij de bank? Bij de Giro. Ja, bij de bank dat je zegt van ik heb een opname gedaan voor zoveel op die en die dag. Ja, ik weet niet of ze dat nog hebben. Nou, dat is lang hoor, wat ze hebben. Maar goed. Ja, maar dit is van 2006, hè? 2005. Oh, dat hebben ze nog wel, hoor. Oh. Maak geen zorgen. Dan heb ik 60.000 euro betaalde advocaatkosten. Oh? Dan komen er nog kosten bij voor aangetekende brieven en dergelijke. Grifje recht en dat soort dingen? Die zitten daarbij in. Zit erin. Nou komt het mooie. Nou krijg ik dus van de rechtbank in hoger beroep, krijg gelijk en nu die moest mij zoveel geld betalen. Ja. Er zat een rekening bij van griffiekosten en dergelijke, ter waarde van 9400. Ik kijk hoe hard waar ik zo precies, dat mag niet zo. Ruim 9400 euro. Ja. En toen zei Essing tegen mij, daar heb ik recht op. Ik zei, die kosten heb ik betaald. Ja, zei, die kosten die moet je aan mij overmaken. Die heb ik hem betaald en nu komt de laatste advocaat die ik nu heb. Ja. Die zegt, hij heeft jou bestolen. Oh.
Nou, zegt hij, daar heb ik dus nooit geen factuur van gehad. Daar heb ik wel een afschrift van de bank. Maar nou zegt de vorige advocaat, Estrink, ik heb zoveel werk voor me gedaan, daar had ik recht op. Ja, maar je hebt het dus onder tafel betaald eigenlijk? Nee, niet onder tafel, gewoon via de bank. Ja, maar via de bank, maar heb je dus daar een rekening van gekregen? Nou, even wachten. Want als hij dus geen rekening indient, dan kan dat betekenen dat hij dat dus niet opgegeven heeft aan de belasting. Wie, ik niet? Ja, die advocaat. Hé, hey, ja. Ja. Want een bankoverschrift is niet bepalend. Niet? Nee. Alleen een rekening is bepalend. Ja, maar wacht maar even. Ik kreeg van meester Essing een schrijven dat de rechtbank, die had mij verschillende bedragen toebedeeld. Onder andere €9.242,54. Wat bedoel je met toebedeeld? Dat je moest betalen of krijgen? Nee, dat ik kreeg. Van wie? Van Huting. Oké. Okay. Dus zijn de proceskosten, je krijgt de explootkosten in bij de instanties, totaal. €9.242,54. En meester Essink, die zei tegen mij bij het overhandigen van die brief, dat komt mij toe. Ik zei, dat komt u niet toe, want dat zijn kosten die ik betaald heb. Ja. Ik wil hebben dat je die aan mij overmaakt. Dus eigenlijk, onder druk, heb ik dat geld overgemaakt. Want ik denk, als ik het niet doe, dan doet hij me waarschijnlijk niks meer voor me. Dus ik heb dat geld per giro aan hem overgemaakt. Dat lijkt me chantage. Ja. Maar naar wie is dat geld toegegaan? Naar Essink. Ik zie dus een andere naam. Ik zie daar meneer Moskowitz staan. Dat is wat ik zie. Ja, maar Moskowitz heeft dat overgemaakt naar mij. Ja, ja. Het is zeer verwarrend. Nou, en Essink, die heeft zelf hier opgeschreven, ja? Dat het geld naar hem toe moest. Ja, ja. Maar dan kun je daar wel over gaan zitten reden twisten. Ja. Maar dan krijg je... Ja, onmin en ja. Tegenwerking en... Ik denk, nou ja, dan maar in godsnaam betalen. Ja. Dus ik heb betaald. Ja. En dat, nou zegt hij, ja, ik heb ervoor gewerkt. Maar ik heb hier nooit geen factuur voor gekregen. Maar er staat dus dat je het onverschuldigd betaald hebt. Onverschuldigd. Ja. Dat klopt ook al niet. Nee. Maar goed. Welke rol speelt meneer Bram Moskowitz hierin? Ja, dat was de eerste advocaat van Huting. Oh, hij was de tegenpartij van jou? Ja. En naderhand is Heiltjes gekomen. Ja. En naderhand is meester Vos gekomen. Ja, ja. Ze hebben steeds gewisseld van advocaat. Maar allemaal sturen ze rekeningen? Ja. Naar Huting. Ja, ja. En ik heb drie advocaten gehad. Meester Hering. Ja. Die is ziek geworden en die is met pensioen gegaan. Ja. Toen heb ik meester Essing gehad. Ja. En mevrouw Veenhof. En nu ben je totaal los. En nu ben ik totaal los. En ik heb gezegd, ik kan geen geld meer geven. En nou zei hij, ik wil op eigen rekening wil ik dan mevrouw Michels van Bouwen en Wonen en Essink de advocaat en u onder ede laten horen bij de rechtbank. En daar zitten we op te wachten. En wat moet er dan gebeuren als resultaat van die rechtszitting? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik hoop dat het dan nog anders uitpakt en dat ik al mijn geld terugkrijg. Hoeveel is dat? €440.000 plus zeg maar wat rente en dan immateriële schade, dan kom ik op 500.000. Goed, nou, als we het hierbij laten, u krijgt in ieder geval een publicatie bij de Sociale Databank Nederland, een pagina. Daar staat dus dit interview op en de bewijzen die u hebt aangeleverd als zijnde datgene wat u dus probeert aan recht te krijgen. Ja. Mag ik u bedanken voor de openhartigheid? Graag gedaan. En mocht u nog iets willen weten of wat ook. Of dat u zegt, ik moet nog wat documenten hebben, dan wil ik die opsturen. Goed. Wij nemen met elkaar contact op. Goed. Prima. Heel veel succes, ja. Met het zoeken naar recht. Ja, u ook, voor mij, hè. Bedankt.